John en ik hebben een programma gemaakt, dat heet Meeuwis en de Mol maken vrienden. En wij gaan samen op bezoek bij groepen waar je niet zo snel terecht komt. Dus dat is de LARPers. Weet je wat dat is? Live acting roleplayers. Zijn mensen die in leven in een fantasywereld. En één keer in de zoveel tijd gaan ze daar iets mee doen in een bos. We gaan naar een motorclub. Jezus! Hier valt er niks meer van te maken, of wel? I want to break free. We gaan naar een circus, we gaan naar de Rode Barretten. Meeuwis en de Mol melden zich. Kortom, 7 zeer verschillende groepen. En wij komen er langs in een oud busje met een keuken erachter. En als dank voor hun gastvrijheid maken wij een feestmaal klaar. We blijven ook een aantal dagen om ze te leren kennen. En om te zien en te voelen en te ondergaan wat hun nou drijft. Of wat ze nou leuk vinden aan wat ze doen. En het ene moment is dat heel heftig. En het andere moment is dat niks voor jou, maar je moet gewoon mee. En de beste manier om het te leren kennen is het gewoon te doen. Dit is hartstikke eng. Je merkt wel, en dat was heel belangrijk, als je ze iets teruggeeft. En dat is niet alleen respect, maar ook een tafel met eten. Dat het gesprek heel snel op gang komt. Omdat aan de keukentafel meestal de mooiste dingen ontstaan. Eet smakelijk, man. Goed. Liefde van een man gaat toch door de maag. Blijkt maar weer. Eigenlijk word ik vanaf het begin af aan al gevraagd om een keer op tv te gaan. En ik heb wel ja gezegd tegen Ik hou van Holland. Maar daar voel ik me meer een onderdeel van het programma. En om echt dragend een programma te hebben, dat heb ik altijd eigenlijk nee op gezegd. En omdat ik geen tijd had of omdat het juiste programma niet kwam. En ik vond ook het jubileumjaar, het jaar waarin je dingen doet die je nog niet hebt gedaan, waar je niet aan toe bent gekomen of die je heel graag zou willen, het ideale jaar om ja te zeggen. En voorwaarde was wel dat het een programma zou worden wat bij me past. Dus ik ben een paar keer met Johnny gaan uit eten. En iedere keer tijdens het eten hebben we een geweldig programma bedacht. Waar het niet wat we het 's ochtends alweer vergeten waren, omdat je pen en papier mee moet nemen als je ideeën verzamelt. En de laatste keer kwamen we met deze. En het leuke ervan is, er zit vriendschap in, er zit lachen in, er zitten andere mensen in. En er zit een grote hobby koken van me in. Er zit veel muziek in. En al die dingen bij elkaar dacht ik, nou ja, als ik hier geen ja op ga zeggen, dan kan ik nergens meer ja op zeggen. Dus vandaar.